Ricardo Moniz, is uiteindelijk de conclusie 2 punten verloren hier in Maastricht? Ja, zeker na de rode kaart. Toen zijn we pas gaan voetballen. Het is helaas zo dat we de eerste helft niet die grip konden krijgen zoals in de tweede helft. Dat had met 2 dingen te maken. En die rode kaart en met Bruins natuurlijk. Dus hadden we een extra middenvelder die balvast was. Veel kansen gecreëerd. En helaas niet verzilverd. Waar lag het aan dat het in de eerste helft niet lukte? Ik denk de opstelling. We hebben 4-4-2 gespeeld. De twee buitenste spelers van stonden te diep. Dus we kunnen eigenlijk met 2 middenvelders spelen in plaats van met 4 middenvelders. Daardoor viel het elftal uit elkaar. Tweede helft stond het veel beter met de verdedigende middenvelder en 2 buitenspelers. Wat heb je eigenlijk gezegd tegen je spelers toen zij ineens met 10 man verder moesten? Rustig blijven, zijkanten blijven zoeken. Niet tot opportunistisch voetbal overgaan, hebben ze ook gedaan. Zijkanten bleven goed gezocht worden, vooral over Van der Meer. Ik zag een paar ballen erin gaan. Keeper speelde een wereldpartij. En ballen van Fortis en Vloed op het laatst. Die zag je erin. Pakt ze. Achie. Bal tegen de paal. Eerste helft. Do nog. Open kans. Vloed een open kans die je eigenlijk breed moet leggen. Die gaat net voor langs. Dus in dat opzicht hebben we ons eigenlijk niet beloond. Het was een grote mogelijkheid om naast of over de graafschap heen te gaan. Je noemt inderdaad een paar grote kansen op die jullie gecreëerd hebben. Vind je dat je met 10 man echt alles eruit hebt gehaald qua spel in die laatste 40 minuten? Nee, natuurlijk niet. Je hebt nooit alles uitgehaald, maar je moet scoren. Het is ook een hele grote teleurstelling voor mij, voor de groep. Dit was de kans, zeker gezien de concurrentie. En om onszelf in een uitwedstrijd te belonen, hè, bij MVV uit. Nogmaals, ik moet de rust bewaken. We hebben nou jong Ajax en NEC in een heel kort tijdsbestek. Daar zullen we deze week heel veel moeten werken aan het afwerken. Rust voor de goal. Toch rustig blijven aan de bal. En misschien iets andere veldbezetting. Want de tweede helft beviel me veel beter. We hebben het even gehad over die eerste helft waarin het niet liep. Zie jij toch nog een trend in dat het weer een uitwedstrijd was waarin jullie toch minder zijn dan in thuiswedstrijden? Dat is absoluut zo. Dat speelt ook een rol. Maar net wat ik zeg, als je een 4-4-2 opstelling hebt, verwacht je niet dat je 2 buitenste middenvelders zo geïsoleerd staan. Waardoor onze 2 controlerende middenvelders komen te zwemmen. Nou, daar hebben ze goed gebruik van gemaakt. Maar je komt 1, 2, 3-0 achter staan zelfs in de openingsfase. Daarna hebben we het hersteld, zeker na die kans van Vloed. En tweede helft bijna niks weggegeven. Maar je kan hem ook nog verliezen hoor, op het laatst, omdat je die kans niet maakt. Als ik het goed begreep, zei je dat jullie beter gingen voetballen toen Bruins erin kwam? Toen stond het beter, hadden we 3 middenvelders. Meer belvastheid op het middenveld. Hij is er 3, 4 weken uit geweest. Moet zijn ritme ook weer tanken. Zag je aan Verhaar, nu weer geblesseerd. En goed, de spitspositie van ons. Helaas heeft Stijn niet uitgebracht wat hij thuis brengt. Daar zit nog een beetje een wisselende prestatiecurve in. En dat zullen we toch gelijk moeten trekken. Want soms moet je een wedstrijd met 1-0 over de streep trekken. En hebben we daarmee de reden te pakken, het gebrek aan ritme, dat Bruins niet op het begin erin stond? Of was het toch nog een beetje dat met van de week wat er aan de hand was? Dat heeft er niets mee te maken. We hebben het winnend elftal laten staan. Zoals ook tegen PSV, zoals we in Cambuur hebben gespeeld. Dat heeft helemaal niets mee te maken. Want is de kou uit de lucht? Want wat gebeurde er eigenlijk precies van de week? Er is eigenlijk vrij weinig gebeurd. Dat zijn dingen die dagelijks kunnen gebeuren. Vaak komen mensen ook dichter bij elkaar door confrontaties. Zo zie ik het altijd. Dat kan ook een compliment zijn aan mensen die heel veel verantwoordelijkheid geeft. En er zijn een aantal belangrijke mensen voor ons om de promotie te bewerkstelligen, waar hij er zeker een van is.